Welkom. In dit filmpje gaan we kijken naar intercellulaire communicatie, zoals het vorige filmpje. Maar nu kijken we naar de drie stadia die intercellulaire communicatie, als je met moleculen die communicatie doet, welke drie stadia je doorgaat voordat je een reactie krijgt. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja? Je stuurt een boodschap en je wil daar een reactie uit krijgen. Oké, die drie stadia. De eerste begint met de ontvangst. Nou, we kijken dus niet zozeer naar hoe dat signaal wordt gemaakt. We kijken naar het ontvangst alleen en wat daar in die doelcel gebeurt. In dat ontvangst, je ziet hier de celmembraan. Ja, en je ziet in die celmembraan zit een receptor. En die receptor die is specifiek voor het ligand waarvoor het bedoeld is. En dat ligand is dus dat boodschapmolecuul. Het boodschapmolecuul past precies in die receptor. En op het moment dat je dus die binding hebt, ja, dan spreek je over een ligand-receptorcomplex. En dat zorgt voor het doorsturen van dat signaal, in welke vorm dan ook, via zogenaamde relay-moleculen. En dan komen we in fase 2 terecht. En de Engelse term daarvoor is transduction. Ik vertaal het maar als transductie, maar ik heb geen flauw idee of dat ook een Nederlands woord is. Ja, transductie. Ja. Relay-moleculen, wat moet ik me voorstellen aan relay-moleculen? Je ziet van het ene naar het andere naar nog weer een ander molecuul. Denk aan de 4x400 vrouwen. Ja? Hier zie je een plaatje van, als ik me niet vergis, Lisanne de Witte, die het stokje doorgeeft aan Femke Bol. Ja? Tijdens de 4x400 vrouwen, augustus 2022. Waarmee ze overigens de gouden plak of een gouden wereldrecord wonnen. Wil je die wedstrijd nog een keer zien? Hier in de show notes een linkje naar die fantastische wedstrijd. Maar dat is dus 4x400 in het Engels is een relay run of een relay wedstrijd. En relay is dus een estafette. En nou kan je waarschijnlijk ook wel een idee hebben van oké, waarom heette dit relay moleculen? Het signaal wordt steeds overgebracht. Het stokje wordt doorgegeven van het ene naar het andere molecuul. Om uiteindelijk in fase 3 te komen, een celrespons, een celreactie. Er gebeurt iets in die cel met de informatie die daar gekregen is. Heel vaak is dat er een bepaald eiwit wordt gesynthetiseerd, wordt gemaakt. Ja? Dus je krijgt een reactie uiteindelijk dat er transcriptie, translatie in de celkern plaatsvindt. En dat er dus dat er een eiwit wordt gesynthetiseerd. Drie fases. Dus receptie, ontvangst, transductie, laten we het maar noemen, en een celrespons. We gaan in de verdere filmpjes gaan we kijken naar wat voor soorten manieren werken die relay-moleculen nou. En welke moleculen werken nou vaak als relay-moleculen. En we gaan ook kijken straks naar waarom zou je dit doen? Waarom zou je dit stokje doorgeven? Waarom ren je niet zelf in je eentje die hele wedstrijd naar die celkern toe? Oké. Die receptor die ligt hier in de celmembraan. Maar als je een ligand hebt die vetoplosbaar is, kan die door de celmembraan heen diffunderen. Ja. En dan heb je dus een situatie waarin de receptor los vaak in het cytoplasma ligt. En als die los in het cytoplasma ligt, dan diffundeert dat molecuul, dat ligand, in dat cytoplasma. En dan krijg je dus hier los in het cytoplasma een ligand-receptorcomplex. En wat gebeurt er dan vaak? Dan is dit diffundeert de celkern in. Je ziet dat ik de celkern met de DNA heb getekend. En dan fungeert dat complex als een transcriptiefactor. En dat zet dus ook eiwitsynthese in zijn werk. Nou, aan wie hebben we dit allemaal te danken? Ja, meneer Sutherland en zijn team hebben in 1971 met dit plaatje een Nobelprijs gekregen voor de geneeskunde. En je ziet dat dit plaatje is eigenlijk het plaatje wat we hierboven getekend hebben. Ja, epinefrine, epinephrine, dat is een ander woord voor adrenaline. Ja, dat zet een bepaald receptor aan. Die geeft een signaal door naar cyclisch AMP. En dat zorgt voor een actief enzym. Wat heeft hij namelijk gezien, wat heeft hij kunnen aantonen, is dat adrenaline niet rechtstreeks zorgde voor glycogeen omzetting in glucose in dierlijke cellen. Nee, maar dat werd dus via verschillende stappen, via een receptor, via dus relay moleculen, dat cyclisch AMP, CAMP,
werd dat gedaan en daar werd dus een actief enzym gevormd. En dat enzym dat brak glycogeen af tot losse glucosemoleculen. Dat zorgde voor een hogere glucosespiegel in het bloed. Ja, dat heeft dus die meneer Sullivan met natuurlijk zijn hele team ontdekt. Oké, ik hoop dat je dit interessant vond en leuk. Zo niet, geef me comments of misschien heb je andere comments. Ja, kijk een van de volgende filmpjes die YouTube suggereert en die hier waarschijnlijk opslaan. Ik wens je heel veel succes. We zijn nu aan het kijken in dit filmpje